Koopman Freddy, maar wel met nummer 2, Jelle de Wit en Freddy. Dat is dus een rijderswijziging. Geschrapte nummers 3, 4 en 15. En de overige die komen zich middels het défilé aan u presenteren. Deelnemers, défilé. En daar is onder nummer 1, en er mag best een muziekje onder voor de gezelligheid, het défilé voor de minidraverij. Onder nummer 1, Dion van Brederode, Duke of Greenwood. De 2 is Jelle de Wit met Freddy. Deelnemers, défilé. Juist. En dan hebben we onder nummer 5, Merle Dumpelman en Meijerijs Nina. De 6 is Emma Sjoerdsma en Meijerijs Blackie. En onder nummer 7, Madelief Metselaar en Meijerijs Luk. Hou ze maar eens uit elkaar. Onder nummer 8, Nicky Obermeijer met Rakker. En dan onder nummer 9, Isis Seilstra en Meijerijs Mando. De 10, Stacy van Brederode met Quint. En onder nummer 11, Marianne de Soete en zij rijdt Merel. De 12 is Lis van Brederode met Roos. En onder nummer 13, Dani Cordel en Jannes. De 14 is Jennifer Haarsma met Brianna. En last but not least, de supersnelle Fleur. Fleurtje met Quincy Vader. Dat zijn de deelnemers aan de Trimsalon Kiekeboeprijs. En over enkele ogenblikken valt de start van dit ongelooflijk leuke intermezzo. Abusievelijk meld ik dat de 25 mei meeting van Hilversum komende woensdag zou zijn, maar daar zit natuurlijk nog een week tussen. Volgende week woensdag dus de beroemde grasbaanmeeting van Hilversum, nauw verwant ook aan de PSHA. Goed, deelnemers gaan zich opstellen voor de start. En wat mij betreft mag de cameraman goed inzoomen op de nummerdekjes. De start is gevallen, ze zijn onderweg. Trimsalon, Kiekeboeprijs en die deelnemertjes daarvoor aan. Die benutten natuurlijk dat voorgift optimaal. Waaronder Dion van Brederode. Hij is met Duke of Greenwood als een pijl uit een boog vertrokken. En neemt het veld op sleeptouw. Jelle de Wit en Freddy nog op de tweede plaats. Maar vanuit het achterveld beginnen ze al te komen. Hoewel die Quincy Vader, kijk eens even. Ze zijn inmiddels halverwege de laatste bocht. En Quincy Vader is net de voorlaatste bocht uit. Die zal dan nog bergenwerk moeten verzet om dichterbij te komen, maakt bovendien een galoppade. Dat maakt het niet makkelijker. We komen inmiddels halverwege de laatste bocht met Dion van Brederode aan de kop. Op de tweede plaats hebben we dan Jelle de Wit en daarachter een foutieve nummer 5, Meijerijs Nina. Aan de buitenzijde komt daar de aanval van een der andere deelnemers even voor mij uit het zicht. En ook de 10 is vanuit het achterveld nu goed naar voren gekomen. Stacy van Brederode met haar Quint. We komen zo dadelijk in de laatste rechte lijn met Duke of Greenwood, die hier nog altijd de zaken stevig onder controle heeft. We zien daar volgens mij opa Loet voor de laatste instructies als hij de laatste rechte lijn in komt. Hij zegt nu die kleppen en die proppen niet vergeten. En we komen dan in de laatste rechte lijn, maar dan waaiert het erachter volledig uiteen. Maar zijn het nog altijd die twee ponies met hun voorgift die hier een hele gezonde voorsprong hebben opgebouwd, waarbij Duke of Greenwood normaal gesproken hier toch de zaken redelijk onder controle zou moeten hebben. Dion van Brederode met een eerste aansporing, maar een oogstrelen aan de draf. Heeft hij de leiding gehad? Maar dan komt de nummer 8. Nicky Obermeijer met Rakker. En die komt daar toch wel met hele grote stappen naar erbij. Duke of Greenwood, Rakker. Rakker, Duke of Greenwood. En daarachter dan op de derde plaats het nummer 12. Lis van Brederode. Dan Stacy de 10. En kijk eens even. Nog als vijfde over de finish. Quincy Vader en Fleurtje. Wat een fantastisch mooie mini-draverij. Dit was een mooi handicap systeem. Super spannend. Prachtig gedaan allemaal. En we gaan over tot de huldiging. Want ik kan me niet voorstellen, ondanks dat kleine huppeltje van die Duke of Greenwood, dat het comité hier moeilijkheden mee zal hebben.
is? 8, 1, 12, 10, 16. Thank you. En er komt zo nog een Schans geheelprijs, maar ik moet nog horen wie hem krijgt. In ieder geval, de uitslag is alvast officieel. Die voor het schoonste geheel, die laat nog even op zich wachten. 8, 1, 12, 10, 16 is de officiële uitslag. 8, 1, 12, 10, 16. Ja, jij bent blij, Sharon, maar volgens mij, volgens mij had hij wel één plekje verder naar voren gewild, als ik hem zo zie. Maar dat gaat ongetwijfeld in de toekomst wel gebeuren. Laten we er eerst eens even een trotse vader bij halen. Dennis, hoe voelt dat? Ja, geweldig. Je dochter tweede keer rijden en de eerste keer derde en nou winnen. Dat is top. Ja, en ze vinden het leuk, dat is het belangrijkste. Vertel eens wat over jullie pony. Ja, Rakker, die hebben we 3, 4 jaar geleden, langer 5, 6 jaar geleden, kwamen die via Suzanne Wiedijk op pad. En, ja, met het oog op de minicoers hebben we hem genomen. En, ja. Wat, hoe oud is ze? Nicky is 5. Dus voor de geboorte hadden jullie die pony al? Ja, voor bedacht raad hebben we die bedacht. Ja, hartstikke mooi, goos. Mooie winnaar, deze Nicky Obermeijer, een beroemde naam dus in de drafsport. Dennis is de vader. Oud piekeur. En nog altijd wel actief in de drafsport. En nu dus zo trots als een pauw op zijn dochter Nicky. Die er een geweldige laatste rechte lijn liet zien. Pony goed in de handen hield. En uiteindelijk met miniem verschil afrekende met de smaakmaker van deze koers, Dion van Brederode en Duke of Greenwood. Alle ereprijzen zijn overhandigd. Daarvoor danken wij Trimsalon Kiekeboe. En wat een mooie derde ook, want de van Brederode is bijna altijd op het podium. Lis is dan daarachter op de derde plaats geëindigd. En dan is inmiddels ook de prijs bekend voor het schoonste geheel. En die gaat naar Marianne de Zoete met Merel. Zij hebben hier de prijs gewonnen voor het schoonste geheel. Dus kom maar naar voren, Marianne, naar deze kant. Want we hebben ook voor jullie een mooie prijs. En daar is de prijs. En daar komt Marianne aan. Dus wat dat dan gaat, zitten jullie alvast mooi bij elkaar. Ik vergeet niks, Maaike. Ik denk dat we er doorheen zijn. 8, 1, 12, 11, 16. De officiële uitslag. Ook de prijs voor het schoonste geheel is thans overhandigd. Wat een mooie Applejack deken over het edele lijfje van Rakker. En kijk, Rakker, er is rustig bij staan. Droompony natuurlijk voor zo'n meisje die hier voor de tweede keer vandaag actief was. Misschien kunnen we het schoonste geheel nog even in beeld brengen. Bats, dat is hier beneden de bonte van de familie De Zoete met Merel en dat prachtige tuigje erachter. Zij winnen de prijs voor het schoonste geheel. Maar u kunt in de handen, dames en heren, de eerste in haar carrière, maar ik denk niet de laatste. Nicky Obermeijer wint met Rakker. Zo dadelijk, dames en heren, de derde koers en daarmee start de Victory 5 cyclus. Geschrapt is paard nummer 8, Dylan's Dream, derde koers zonder de 8. Voor sponsoring danken we Jump Skills uit Hoofddorp en binnenkort ook in Alkmaar. Want